Hier is Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Vandaag in Lijn 1 de levenseindekliniek versus de zorgverzekeraars. Sinds enkele jaren is er een levenseindekliniek. Mensen die niet meer willen leven kunnen hier terecht als zij om wat voor reden dan ook niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen voor euthanasie. Maar slechts één zorgverzekeraar vergoedt de volledige kosten van een levenseindeverzoek. De rest niet. En dat onder het motto: het is duurder dan bij de eigen huisarts. Maar die huisarts wil dus niet. Ja, wat moet je dan als patiënt als je ondraaglijk lijdt? Herkent u dit probleem? Is de hulp die levenseindekliniek biedt zorg? De zorg die de levenseindekliniek biedt, vindt u dat die wel of juist niet vergoed moet worden? Laat het me weten. Bel 0800-1121. Mailen kan ook lijn1@ntr.nl. Twitteren kan natuurlijk ook #lijn1. En u kunt meekijken via onze website. Dit is Lijn 1. Help, I need somebody. Help, not just anybody. So much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate your feeling. Ja, als het leven onverdraaglijk wordt en u heeft hulp nodig, omdat u er echt serieus over nadenkt om er een eind te maken, dan kunt u sinds een paar jaar terecht bij de Levenseindekliniek. En we staan hier voor de deur van het kantoor van de Levenseindekliniek in Den Haag. Tegenover mij de directeur, Steven Pleiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor alle mensen die nog niet zo goed weten wat die Levenseindekliniek is. Wat is het precies? We zijn opgericht op initiatief van de NVVE, dat is de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, om mensen te helpen die met een euthanasieverzoek dat wel aan de wettelijke criteria voldoet, een oplossing te bieden als de eigen arts niet op dat verzoek in wil gaan. Dus een vangnet voor mensen die met hun euthanasieverzoek niet bij hun eigen arts terecht kunnen. En wat zijn dat voor mensen? Waar lijden die mensen aan bijvoorbeeld? We zien een breed scala van mensen die zich bij ons melden. Ongeveer de helft heeft een somatische aandoening, een lichamelijke aandoening. Ongeveer een derde heeft een psychiatrische aandoening. En wat ook erg opvalt is dat we een behoorlijk grote hoeveelheid mensen krijgen die aan dementie lijden en aan voltooid leven. Dus dat is in die zin is het ook anders dan wat normaal gesproken door artsen gezien wordt. Die zien vooral patiënten die aan kanker lijden. Ja. En dat is bij ons aanzienlijk minder. Wij hebben meer niet-terminaal lijden. Zien wij bij onze kliniek terechtkomen. Ongeveer 1100 mensen per jaar komen kloppen aan bij uw kliniek. Mensen die door de eigen huisarts niet geholpen worden. Waarom willen die huisartsen hen niet helpen? Ik moet even corrigeren dat het geen 1100 mensen per jaar zijn. Het zijn tot nu toe in anderhalf jaar 1100 mensen geweest. Okay. Wij rekenen met ongeveer 750 à 800 mensen per jaar die zich melden bij de levenseinde kliniek. Ja. En de reden waarom de arts niet deze patiënten helpt, is volgens ons voornamelijk omdat wij met ingewikkelde, complexe problematiek te maken hebben. En dat is ingewikkeld om dat goed te onderzoeken. Dat kost veel tijd en dat kost veel moeite. En we krijgen steeds meer de indruk dat dat de belangrijkste reden is waarom artsen zelf terugschrikken om dat zelf op te pakken. En ja, wij vinden dan principieel dat je de patiënt dan niet in de kou mag zetten. En daar zijn wij voor opgericht. Dus die artsen doen dat omdat ze er geen tijd voor hebben. En niet omdat ze principiële redenen hebben tegen euthanasie. Een aantal heeft principiële redenen. Maar dat is absoluut niet het belangrijkste waarom mensen zich bij ons melden. Dat hun arts nee zegt op het verzoek vanwege principiële redenen. Dus het is veel belangrijker dat een arts, wat ik al zei, het ingewikkeld vindt. Ja. Of onvoldoende weet of de wet nou wel of niet toestaat. En als die arts het ingewikkeld vindt, dan denk ik, nou lekker, dan ben je bij je huisarts en word je eigenlijk flink in de steek gelaten door die huisarts. Die stuurt je weg. Ja, wij vinden ook dat de patiënt mag dan niet in de kou staan. En daarom zijn wij opgericht om deze mensen te helpen. Ja. Het is het allerlaatste verzoek wat je hebt. Dus zo indringend als dat kun je bijna niet voorstellen. En dat zou toch heel
erg zijn als je dan echt in de kou blijft staan en niet geholpen kunt worden. Ja. Dus daar zijn wij voor. De reden dat u hier in de bus zit en dat wij bij Lijn 1 überhaupt de aandacht besteden aan dit onderwerp, is omdat u klaagt. U klaagt dat zorgverzekeraars de kosten niet willen vergoeden. Waarom willen ze dat niet? Wij vragen er aandacht voor. We zijn niet zo klagerig hoor, maar wij vragen er aandacht voor omdat we vinden dat dat onterecht is. Want als je eigen huisarts zou helpen, dan zou dat gewoon vergoed worden. En op het moment dat de levenseinde kliniek dat oppakt, dan wordt het op dit moment niet vergoed. Omdat wij gewoon niet, het lukt niet om die overeenkomsten met de zorgverzekeraars. U bestaat nu anderhalf jaar, hè? Ja. En hoe doet u dat tot nu toe dan financieel? We hebben veel mensen die het na aan het hart ligt dat de levenseinde kliniek bestaat. En dat ondersteunen met giften, met donaties. We krijgen bijdragen uit vermogensfondsen. De NVVE ondersteunt ons nog. En we hebben natuurlijk wel één zorgverzekeraar Menzis die onze kosten wel vergoedt. Nou, dat bij elkaar, dat maakt het nu mogelijk om de zorg te bieden. En voor 2013 zal het ook wel lukken. Ja. Maar voor 2014 zien we echt van een donkere wolk hangen waar we graag aandacht voor willen hebben. Nou ja, daar zitten we nu over te praten. Ja. En aan de telefoon, want hij kon helaas niet in de bus aanwezig zijn, is de directeur van DSW, Chris Omen. DSW zorgverzekeraar. Goedemorgen, Chris Omen. Ja, goedemorgen. Om meteen maar de brandende vraag te stellen, waarom vergoedt u deze kosten niet? Nou, de kosten voor het levenseinde en al datgene wat er omheen is, dat is gewoon een vastgestelde prestatie in de zorg en die wordt wel vergoed. Ik hoor dat de heer Pleiter ook zeggen dat als de huisarts zelf doet, die zorg gewoon vergoed doet. Hij wordt ook vergoed, want dat komt niet helemaal bij levenseinde veel te sprake, als er een second opinion moet zijn. Maar hij wordt ook vergoed door de mensen uit het netwerk van de kliniek van meneer Pleiter. Het is wel zo dat de kliniek van de heer Pleiter volgens mij geen zorgaanbieder is. Niet een toegelaten instelling. En dat maakt het onmogelijk dat we die instelling betalen. Maar als iemand uit het netwerk van de heer Pleiter, artsen en verpleegkundigen, hun werk doen op dit punt, dan is er geen zorgverzekeraar die dat niet zal vergoeden. Steven Pleiter? Ja, wij zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit erop gewezen dat de zorg die wij bieden in de eerste lijn zorg valt en daarmee in de basisverzekering. En dat wij daarvoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar moeten afsluiten. En wij willen dat graag als instelling doen, omdat wij van onze artsen die bij de levenseindekliniek werken is niet meer dan 25% op dit moment nog actief arts. En 75% dus niet actief arts en heeft niet die overeenkomst met de zorgverzekeraar waarop die vergoeding zou kunnen plaatsvinden. Dat is één punt. Het tweede punt is dat de zorg die we bieden helaas niet voor het tarief geboden kan worden die een normale huisarts daarvoor krijgt. Waarom kan dat niet? U bent dus duurder. Ja, dat klopt. En dat waarom bent u duurder? De reden daarvoor is dat ten eerste is het zo dat het is complexe zorg die goed onderzocht moet worden. En we vinden dat dat in teamverband van een arts en een verpleegkundige gedaan moet worden. Het is te zwaar om dat bij één persoon te leggen en daarom kiezen we ervoor om dat in teamverband te doen. Ik denk dat mevrouw van der Heijden dat zo ook heel goed kan toelichten. Dat is één punt. De andere punt is dat we, doordat onze dekking over het land, wij werken met 30 teams, er zijn 8500 huisartsen. Dat is, heb je met reizen te maken, waardoor reistijd ook een grote rol speelt. Maar het is vooral de complexiteit van de casus die het nodig maakt om met een team te werken. En daardoor zijn de kosten wat hoger. Dat klopt, dat ontkennen we ook niet. Ja, Chris Omen, directeur van DSW Zorgverzekeraar, wilt u hierop reageren? Nou, wij mogen alleen tarieven betalen die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dus als meneer Pleiter zegt, ja, er wordt niet voldoende betaald, dan moet hij bij de NZA pleiten voor een hoger tarief. En één, hij moet, nog belangrijker, hij moet de levenseindelijke kliniek een toegelaten instelling maken. Dus ik vraag me af of hij zich bij, ja, het zijn allemaal dure woorden, bij het CIBG heeft aangemeld en is toegelaten. Maar als hij daarvoor is toegelaten, dan kan hij ook een passend tarief aanvragen aan de NZA als het hoger moet zijn. En als dat verleend wordt, wordt dat door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Ja. Want er is geen zorgverzekeraar die zegt, nou, die laatste hulpvraag van mensen, die parkeren we. Er is geen zorgverzekeraar die dat zal willen doen. Maar meneer Ome, op het moment doet u het wel. Want op het moment vergoedt ook u als zorgverzekeraar niet. Dus stel dat ik hier aanklop bij de levenseindekliniek en ik trek het niet meer. Dan heb ik er niks aan dat meneer Steven Pleiter zich wel of niet ergens moet aanmelden. Ik wil geholpen worden en ik wil dat dat betaald wordt. Ja, nee, het wordt ook betaald. Het moet natuurlijk wel door iemand gebeuren die daarvoor gekwalificeerd is. Dus als meneer Pleiter nu zegt, ja, het zijn mensen die inmiddels zich terug hebben getrokken uit hun beroep, dan vraag ik me ook af of ze het mogen doen. Het moet wel gekwalificeerde artsen zijn en die worden betaald. Meneer Ome, ik heb een arts in de auto's, in de bus zitten. Kobi van der Heijden, ja. U bent als arts werkzaam bij de Levenseindekliniek. Ja, ik ben sinds mei dit jaar werkzaam bij de Levenseindekliniek. Maar ik sta nog steeds geregistreerd als algemeen arts. En ik heb een big registratienummer. Dus ik mag deze handelingen uitvoeren. En waarom heeft u geen contract zelf met bijvoorbeeld DSV? Dat kan ik niet. Ik ben niet praktiserend en ik kan geen eigen contract met zorgverzekeraar krijgen. Zo is de wet, zo is het niet geregeld in Nederland. Je werkt of in de praktijk als huisarts, je werkt in een verpleeginrichting, je werkt in een ZZP of je werkt in een ziekenhuis, zoals ik heb gedaan. Ja, en onder die hoedanigheid heb je een contract met de zorgverzekeraar. En je zou dus, als je huisarts bent, dan heb je een overeenkomst met een zorgverzekeraar. Als je medisch specialist bent, we hebben dus een aantal medisch specialisten, we hebben een aantal psychiaters, we hebben een aantal specialist oudergeneeskunde. Die hebben over het algemeen een contract via de instelling waar ze werken en niet op individuele basis. Dus dan valt het onder de instelling. En dat is ook de reden waarom wij als instelling die overeenkomst even met zorgverzekeraar hebben. Dan denk ik, dit is allemaal zo geregeld. En ik begrijp dat u er met z'n drieën ook niets aan kunt doen, zo heeft de wet het geregeld. Maar stel dat ik patiënt ben, dan denk ik, ja, lekker jongens, veel te bureaucratisch geregeld. In de bus zit ook Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Linda Voortman. Dit kan toch veel simpeler? Ja, dit zou inderdaad simpeler moeten kunnen. Ik vind het trouwens wel opvallend dat DSW aangeeft, ja, wij mogen dit niet. Want zoals meneer Pleiter terecht aangeeft, Menses doet het wel. Dus het is ook een keuze van verzekeraars om het niet te doen. En ja, het is duidelijk, die levenskliniek, die levenseindekliniek, die voldoet in een behoefte. Die is, functioneert ook als expertisecentrum. En ja, ik vind dat een heel belangrijke toevoeging ook aan het medische landschap. Maar feit is ook dat het duurder is. En daar gaat het om. Dat begrijp ik inderdaad ook, dat het duurder is. Vanwege dus de kwaliteit die geleverd wordt. Die samenwerking tussen de verpleegkundige en de arts. En ja, daar kan ik me voorstellen dat als je dan dat je dat goed zou moeten regelen. Maar dat lijkt mij iets van uitvoering. Eerst gaat het erom van, vinden wij dat de levenseindekliniek een toevoeging is? Ja. Als we dat met z'n allen vinden, dan moet het vervolgens ook geregeld worden dat mensen die er een beroep op doen ook daar geholpen kunnen worden en dat dat vergoed wordt. Ja. Dat is ook wat wij zoeken. Eerst een principiële uitspraak dat een zorgverzekeraar met ons tot een overeenstemming wil komen. En als we die stap gezet hebben, dan gaan we natuurlijk over tarieven praten. En ik kan me niet voorstellen dat we daar niet uit zouden komen. Maar, Even terug dan naar dat begin, hè, die keuze van willen we het. Chris Ome, uw collega's van Menses, die hebben besloten, die hebben een besluit gemaakt, wij betalen wel. Waarom neemt u dat besluit niet? Ik zeg u juist, wij betalen de hulpverlener altijd. En want het is gewoon een verzekerde prestatie binnen het pakket. Maar als Menses iets betaalt wat niet kan, dus de zorgverzekering, de inhoud daarvan, is voor alle verzekeraars en voor alle verzekerden gelijk. Dus Menses kan niet iets uit de basisverzekering betalen wat wij niet zouden kunnen betalen uit de basisverzekering. Dat is onmogelijk. Maar ik wijs meneer Omen er dan toch even op dat er een aantal tarieven zijn. Ik wil het niet te technisch maken, want daar begrijpt geen luisteraar meer iets van. Maar er zijn tarieven waar je over de hoogte van het tarief een afspraak met de zorgverzekeraar maakt. Dat zijn de MNI-verrichtingen. Daar valt euthanasie onder. En daar moet je over de hoogte van de vergoeding een afspraak met de zorgverzekeraar maken. Dat zegt de NZA. En dat heeft Menses gedaan. Dus die mogelijkheid is er. En dat hebben wij dus ook gedaan. Ja. Dat doet iedere verzekeraar. Meneer Omen, laten we daar op zo kort mogelijk termijn met elkaar nog eens verder over spreken. En dan heb ik het gevoel dat we daar best een overeenkomst over kunnen sluiten. Over die tarieven. Heren, dat is één ding. Dat is duidelijk. Maar even los van die tarieven. Even terug naar u, Chris Omen, directeur van DSV Zorgverzekeraar. Op het moment dat een patiënt u belt en zegt, mijn huisarts wil niet meewerken aan euthanasie. Wat doet u dan?
Nou, dan gaan wij met die patiënt op zoek naar iemand die daar wel in gaat helpen. En die krijgt gewoon de tarieven betaald die daarvoor staan. Ja. Heeft u een lijst met huisartsen? Heeft u een lijst met artsen in heel Nederland die wel euthanasie plegen? Kunt u, als ik u nu zou bellen, mij zo'n lijst overhandigen? Nou, kijk, in onze regio waar we voornamelijk zitten, daar hebben we natuurlijk de kennis van alle huisartsen. En daar zijn een paar telefoontjes genoeg om te weten welke artsen zich daarvoor willen inspannen. Dat is echt het probleem niet. Kobi van der Heijden, u bent arts, dat is ik het probleem arts, niet. Ik ben arts en ik werk ook juist in de regio Rotterdam. En mijn ervaring is juist ten eerste dat er heel weinig huisartsen zijn die deze zorg willen verlenen. Dat zij de en waarom willen zij dat niet? Dat is in mijn regio voor een deel vanwege religieuze redenen en voor een deel omdat het zeer arbeidsintensief is. Dat krijg ik ook te horen. En in de contacten die ik heb met de patiënten merk ik niet dat er een steun bestaat vanuit de ziektekostenverzekeraar. Ik merk juist dat ze zich heel alleen voelen en zich tot ons hebben gewend met de vraag van: kunnen jullie ons dan helpen? Ja, mag ik daar ook iets op zeggen? Want ik wil dat punt wel graag maken. Stel je even voor dat je ondraaglijk lijdt en uitzichtloos lijdt, zeer ernstig ziek bent en je ziet maar één oplossing, dat is dat je wilt sterven. Kun je dan voorstellen dat je dan een route langs de zorgverzekeraar gaat maken om te kijken van kan ik nog ergens anders zorg vinden? Die vraag vind ik zelf wel heel erg moeilijk en ingewikkeld. Dat je van mensen verlangt die in dat stadium zitten, dat ze dan nog naar het zorgloket of de zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar moeten om te vragen van ze moeten gaan shoppen. Ja. Ze moeten gaan shoppen. En dat is juist bij deze mensen is dat zo ingewikkeld en moeilijk. Ja. Ik kom zo weer terug bij u allen. Ik ga even naar een beller. Theo van Zelm, die hangt. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen, Theo van Zelm, Amsterdam. Ik ga even terug naar het begin van de uitzending toegesteld werd dat zorgverzekering, maatschappij, de levenseinde kliniek niet betalen en men maar terug moet gaan naar de huisarts voor euthanasie. Ik zou het zelf erg prettig vinden en velen misschien met mij wanneer het wel betaald wordt. Want een hoop lijden en vooral een hoop kosten kunnen erdoor uitgespaard worden wanneer mensen vroegtijdig sterven, wanneer zij dat graag willen. De euthanasie is wettelijk bepaald en heeft bepaalde restricties. En wij hebben de laatste week in de media moeten lezen dat twee huisartsen het alsnog gedaan hebben en daarvoor op het matje zijn geroepen. Waarbij één huisarts die zich ook niet aan de regels had gehouden helaas zelfmoord gepleegd heeft. Dat was gisteren nog uitgebreid op televisie. Vandaar dat ik toch zou willen pleiten voor het betalen van de levenseinde kliniek. Ik vind dat een mooie, schone, hygiënische regeling. Dank u wel, helder. Dank u wel, Theo van Zelm. Kobi van der Heijden, u bent zelf arts. Ja. Hoe is dat als u hoort dat een collega zelfmoord heeft gepleegd? Ik vind dat schrijnend. Dit is een handeling waarvoor wij als artsen alleen verantwoordelijkheid dragen. En ik kan me ook voorstellen dat het een eenzame handeling is. Reden te meer dat wij in een teamverband werken. En ik zou het heel erg vinden als deze huisarts om deze reden zelfmoord had gepleegd. Dat moet heel eenzaam zijn geweest voor hem. Ik kan daar verder niets over zeggen, omdat ik niet zeker weet wat de situatie is geweest. Chris Omen, directeur van DSW Zorgverzekeraar, even terug naar u. Kunt u niet in de praktijk gewoon een contract sluiten met individuele artsen? Kunt u niet een contact sluiten met Kobi van der Heijden? Nou, een contract. Ik heb dat contract niet eens nodig. Als zij arts is en geregistreerd is en dit kan doen, en ze helpt in zo'n geval, dan kan ze gewoon de rekening sturen ter hoogte van die MNI-tarieven die de heer Pleiter al zei. En die wordt gewoon betaald. Steven Pleiter? Ja, dat is niet wat ik te horen heb gekregen. Wat ik te horen heb gekregen is, ja, als je als arts een overeenkomst met de zorgverzekeraar hebt, dan kun je declareren. Maar als je die overeenkomst niet hebt, dan zou je niet kunnen declareren. Maar wat ik al zei, ik denk dat ik heel graag met meneer Omen een afspraak zou willen hebben om daar wat verder over te spreken. Ja. En dat gewoon met een kop koffie ook. U heeft het nu al twee keer gevraagd. Meneer Omen, wilt u een afspraak maken? Ja, ik ga een kop koffie met meneer Pleiter drinken. Ja, alleen een kop koffie of wilt u ook praten? Nee, we gaan ook een overeenkomst sluiten. Nee, ik ga ook praten. Oké, hierbij geregeld, dank u wel. Meneer Hemming hangt aan de telefoon, goedemorgen. Ja, goedemorgen, u spreekt met de heer Hemming. Zeg het maar. Ik vind deze discussie eigenlijk helemaal niet zo zinvol. Want ik denk dat mensen tegenwoordig ook wijs genoeg zijn. Men kan overal hun informatie vandaan halen.
waarom zal dan de verzekeraar dit nog moeten betalen? Als mensen weten, en iedereen weet dat hij gaat sterven, dat weet je al bij de geboorte, dan heeft men toch een heel leven lang de tijd om te gaan nadenken over hoe men wil sterven, op welke manier, en dan kan men daar geld voor opzij leggen. Daarom moet dit weer bij de verzekeraar neergelegd worden. Ik bedoel, iedereen heeft toch ook een stukje eigen verantwoordelijkheid in. Ja, maar dan ben je, wacht even, dan moet je dus je hele leven lang ben je dan aan het sparen voor je euthanasie. Dat lijkt me heel triest. En bovendien hebben wij van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar ben ik niet met u eens. Kijk, nee? Mensen, iedereen heeft tegenwoordig, is wijs genoeg om na te denken, zeg maar, over wat de mogelijkheden zijn aan het eind. En dat weet u net zo goed als ik. Dus we moeten daar nuchter mee omgaan. We kunnen mensen voorlichten. Daar moeten we niet te kinderachtig in doen. En dan kan iedereen zelf, ik wil niet zeggen mensen die nu eerder zo oud zijn, maar ik denk dat je een begin moet maken. Iedereen die kan geld opzij leggen voor hun sterven. Helder. Ik ben ook nergens verzekerd. Ik heb ook geen stervensverzekering. Heel ik goed. Ik weet gewoon van die tijd komt. Dus daar heeft men... Ik ga mezelf kiezen. Helder, meneer Hemmink. Dank u wel. De participatiemaatschappij. We leggen geld opzij voor ons einde. Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. 1100 mensen per jaar of in anderhalf jaar hebben zich aangemeld bij de Levenseindekliniek. Jullie hebben vragen gesteld over het feit dat het nu op dit moment, behalve door mensen, door de rest van de zorgverzekeraars niet wordt vergoed. Ja. Wat voor vragen hebben jullie gesteld? Ja, dat klopt. We hadden vorige week een hoorzitting in de Tweede Kamer over de euthanasiewet. En daaruit blijkt ook dat de Levenseindekliniek duidelijk voorziet in een behoefte. 1100 mensen. Dan is het vervolgens een rare zaak dat als mensen dus aankloppen bij de Levenseindekliniek, dat ze dan vervolgens dat de zorg die daar verleend wordt, de behandeling, dat die dus niet vergoed wordt door de verzekeraar. Dus wel als je bij je eigen huisarts daar het verzoek toe indient. Maar als die om wat voor reden dan ook weigert, want dat kan natuurlijk voorkomen, dat als je dan naar de Levenseindekliniek zou gaan, dat het dan niet kan. Dezelfde zorg, maar niet... Maar wat willen jullie met jullie vragen? Want wat moet er nu gebeuren? Het probleem is helder. Ik heb de vragen gesteld samen met Khadija Riep van de Partij van de Arbeid trouwens. En wat wij willen is dat de zorg gelijk behandeld wordt. Dus dat ook de zorg die via de Levenseindekliniek gegeven wordt, dat die ook vergoed wordt. Vergoeden het bij een huisarts. Natuurlijk moet het allemaal via de wet, maar de Levenseindekliniek werkt ook volledig binnen de wet. En wij vinden dus dat dat ook vergoed moet worden. Dus dat je daar gelijk over opgaat. Maar dat het duurder is, hè? Want u gaf eigenlijk net aan dat u niet eens wist dat het duurder is. Nu heeft u kunnen horen, het is duurder. Mm-hmm. We weten dat die hele kosten alles wat te maken... Ja, die zorgkosten in ons land, die stijgen enorm. Ja. Dit is duurder. Dat vindt u niet erg? Nou ja, het is duurder omdat je juist die samenwerking hebt. Hè? Die samenwerking in teams. En dat komt ook op het moment dat je niet bij je eigen huisarts terecht kunt. Kijk... we zouden dit probleem niet hebben als er geen huisartsen zouden zijn die hier een probleem mee zouden hebben. Dat kunnen we niet oplossen. Maar dan vind ik het wel logisch. Ik vind dat de heer Pleiten daar een goed verhaal bij heeft. Dat dit duurder is. En dat we dat dan ook vergoeden. Ja. Het gaat trouwens ook weer niet om zo enorm veel mensen. En terecht inderdaad wat ook de eerdere beller al zei. Het gaat hier wel om het lijden in de laatste fase van je leven. Dan wil je dat gewoon goed geregeld wordt. Ja. Ik wil nog even iets zeggen over 1100 mensen die zich aanmelden. Van die 1100 mensen worden heel goed gescreend. En daarvan zijn er, ik denk, 20% die uiteindelijk voor uitvoering in aanmerking komen. Dus wat we wel over de juiste getallen praten. Ja. En een groot deel wat uiteindelijk ook alsnog bij de eigen huisarts... Een deel wat uiteindelijk naar de eigen huisarts teruggewezen kan worden. En een deel wat wij ook afwijzen, omdat zij niet voldaan wordt aan de zorgvuldigheidseisen van de wet. Dus dit even ter nuancering van 1100 mensen. Ja, precies. Laatste woord geef ik aan Steven Pleiter. Heeft u er vertrouwen in dat het de politiek gaat lukken? Dat er met de vragen die Linda Voortman gaat stellen er iets verandert? Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat aandacht gaat krijgen. Dat de minister daarop gaat antwoorden. En dat dat iets gaat doen. Net als het feit dat we nu bij jullie hier zitten en we het erover hebben. Dat er in de krant aandacht aan besteed wordt. En dat hij koffie gaat drinken en praten met Chris Omen. Dat gaat ook wat oplossen. En ondertussen praten we ook verder met andere verzekeraars. CZ en VGZ en Achmea. En zo hopen we dat we dit voor ons probleem oplossen. Oké, dank u wel. Dank u wel ook Chris Omen. En ik zou zeggen, heren, ga snel een kopje koffie drinken en kom tot goede afspraken. Dank u wel. Dit was het alweer voor vandaag. Lijn 1. Morgen zijn we er weer. Tot morgen.
op de redactie van De Overnachting. Elke zaterdagavond zit hij in het panel van Wie ben ik? Maar wie is hij? Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Hij won vorig jaar de Polifenario prijs. De prijs voor het beste cabaretprogramma. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Richard Groenendijk bij ons op de hotelkamer. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waarom ik gekozen heb voor een uitvaartondernemer met het keurmerk Uitvaartzorg? Nou, negatieve ervaringen zijn het laatste waar je in zo'n moeilijke periode op zit te wachten. En zo'n keurmerk helpt bij het kiezen van een uitvaartondernemer die deskundig en betrouwbaar is. Dus vandaar. Kijk voor de lijst met aangesloten uitvaartondernemers of meer informatie op keurmerkuitvaartzorg.nl. De eerste check voor de laatste reis. Wilt u ook tot wel 25% besparen op onderhoudskosten van uw huis? Check de site van onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl. Zembla deze week over vechtscheidingen. Voormalige geliefden die elkaar letterlijk en figuurlijk in de haren vliegen over geld en over de kinderen. Het is tegenwoordig aan de orde van de dag. Wat gebeurt er met de kinderen als ouders in een eindeloze strijd terechtkomen? In Zembla, vechtscheiden. Vanavond 21:50 bij de VARA op Nederland 2. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar. En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,9%. Ga naar zwitserleven.nl/sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Bij Atlon Car Lease zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan. Neem nou helder advies. 11 leaseauto's, 4 parkeerplaatsen. Iedere dag gedoe. Wat ons betreft krijgen de medewerkers een eigen mobiliteitsbudget waarmee ze zelf invulling geven aan hun mobiliteitsbehoeften. Zo gebruiken ze precies wat ze nodig hebben en besparen bedrijf en medewerkers een hoop geld. Kijk op atloncarlease.nl voor uw mobiliteitsoplossing. Atlon Car Lease. Stap in. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf direct mee verzekerd. Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusief verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Elf uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders. Wat kunnen we leren van de behandeling van baarmoederhalskanker in Ghana? Hoort u zo. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het herstel op de huizenmarkt zet door. Volgens makelaarsvereniging NVM werden er in het derde kwartaal ruim 30.000 huizen verkocht. 10% meer dan in het kwartaal ervoor. Ook daalde de gemiddelde huizenprijs minder snel dan in voorgaande kwartalen. Bij KRO Goedemorgen Nederland sprak NVM-voorzitter Hukker van pril herstel.